Ieder jaar wordt tijdens het derde weekend van oktober wereldwijd de Jota Joti georganiseerd. Scouting Nederland neemt hier ook aan deel. Scouts van over de hele wereld worden in de gelegenheid gesteld vanaf de eigen locatie elkaar te ontmoeten, via de ether of internet. Wij gingen een kijkje nemen bij de scouts in Münstergeleen. Wat staat Jota Joti voor? Ja, Jota Joti staat voor een jamboree. De Jota is een jamboree on the air. On the air, dat doen we dus met een zendmast. Wat voor jou opgeboet. Jamboree, of Joti is een jamboree on the internet. En dat doen we dus met door middel van computers die we in een geboe neer hebben gezet. En dan de kinger door met connecties kunnen maken met scouts hier in Nederland, maar ook scouts in het buitenland. Wanneer is dat eigenlijk ontstaan? De Jota is ontstaan in 1957 en de Joti is ontstaan in 1996. Wat is eigenlijk het idee erachter? Het idee eigenlijk erachter is om toch gewoon connecties te maken met andere scouts en dan niet alleen binnen die eigen scoutinggroep te blijven, maar ook door middel van groepen uit de buurt, uit de regio, uit het ganse land en over de ganse wereld, om daar toch connecties mee te leggen en door niet te verhuizen van locatie, maar gewoon op eigen locatie gewoon de verbindingen te kunnen leggen. En dat door middel van wie het vroeger eigenlijk gedaan werd via de log en nu in de toekomst ook via de computer. Kinger kent toch ook gaan skypen? Ja, kinger kan inderdaad gaan skypen, maar dat doen ze dus eigenlijk al heel veel. En het is eigenlijk gewoon, wie het eigenlijk zo vroeger ontstangen is, dat ze via de computer doen. Ze willen verder ook blijven erin houden. Skype is gaat voor tools en zo. En dit is, de Joti is gewoon echt van scouting. En ja, dat moet gewoon ongewijzigd eigenlijk blijven. Heb je ook al contact gehad met andere zendamateurs? Ja. Het was leuk, ze waren heel beleefd en aardig en we hebben een spelletje gedaan met ze. Wat voor een spelletje? Galletje. Heb je gewonnen? Ja, we hebben 2 keer gewonnen en zij 1 keer. Heb je ook nog contact gehad met mensen uit het buitenland? Nee. Lijkt je dat wel leuker? Ja, het lijkt me wel eens leuk om met mensen uit het buitenland te praten, want dan kan je ook kijken wat zij allemaal zeggen en welke taal ze spreken en zeer leerzaam. Heb je nog een voorkeur voor een land? Voor een land? Zou ik toch wel Amerika doen, of Engeland, vind ik wel. Waarom? Ik kan wel goed Engels en Amerikaans een beetje goed spreken, dus dat vind ik wel fijner om met die taal te spreken. En er zijn bovenzijde nog 4 knopjes. Ja, nee, maar het gaat om de plaatjes. Mag ik even lezen? Ja, lees. Maar ik zit hier wel in een boom, hè. Pas op. Als er precies 1 gele draad is en meer dan 1 witte draad, dan heb je dan de vierde draad ook. Ja, ik heb een groen lichtje. Je zou met zo'n VR-bril op zitten. Ja, dat is inderdaad gaat wat voor dit jaar hebben. Dus inderdaad met een VR-bril, dat is weer gaat wat dit jaar heel erg in is. En goed, dat hebben we nu ook naar de kinger toe. Heel veel kinger hebben het nog nooit op gehad. Je hebt net zo'n VR-bril op gehad, hè? Hoe was dat? Dat was wel leuk om te doen. Het is ook gek om, om een andere wereld te zien, eigenlijk. Wat zag je dan? Je zag een kamer en dat was een bom en dan moest je uitleggen wat er ook in die kamer was. En dan moesten teamgenoten, dus de andere leden van mijn groep, die moesten dan samen moesten een code ontcijferen, bijvoorbeeld welke draad ik moest doorknippen. Had je de goede draad? Nee. Dat was niet helemaal goed gegaan. Nee. Tanya.